Voor- en tegenstanders spreken zich uit over de christelijke opleidingsschool aan de Parklaan. Het college wil dat de school als gemeentelijk monument wordt aangewezen. Erfgoedclubs ondersteunen dit en zien graag dat de binnenkant van het pand ook onaangetast blijft. De school ziet een monumentale status ook zitten, maar wil aan de binnenkant van de school wel moderniseren. We hebben de kans om een nieuwe school te maken en daar willen we heel graag gebruik van maken. En dat wordt nu in ons idee belemmerd omdat wij een monumentale status krijgen waarin een bepaalde structuur gehandhaafd moet blijven die ons beperkt in het moderniseren van het onderwijs. We willen dat het zo blijft dat het zoals het is, want ja, het is nou eenmaal zo bedoeld. Door de architect, dus buiten en binnenkant, moeten intact blijven volgens ons. En dat is heel goed mee te werken als je dat, moderne aanpassingen pleegt die nodig zijn. En dan kan je daar heel goed mee uit de voeten. Dat is echt niet zo verschrikkelijk als mensen soms denken. Dat is volgens de school niet zo. Op welke manier belemmert dat dan het onderwijs? Het is eigenlijk een verkeersruimte. Dus vanuit de voorkant, vanuit de voordeur kom je een hal binnen waar we niets kunnen, want daar lopen alle kinderen, ouders, bezoekers doorheen. Dus daar kun je geen onderwijs geven. Dat is een hoop vierkante meters die daardoor voor kinderen niet bruikbaar zijn. Zo is het ook op de middenetage en de bovenetage. En daar zouden we zo graag ook met leerlingen willen werken om die vierkante meters te gebruiken. Want die hebben we echt ook wel nodig. De school had een protestactie georganiseerd om de wethouder en de voorzitter van de gemeenteraad, namelijk de burgemeester, duidelijk te maken wat ze willen. Adrie van Belen overhandigde een petitie met ruim 500 handtekeningen. De tegenstellingen tussen de partijen waren groot. De wethouder ziet echter kansen om nader tot elkaar te komen. Hebben we ook gezegd dat we het onderwijs heel belangrijk vinden en vooral de flexibiliteit die nodig is volgens de visie die ProLes heeft op het onderwijs. Dus dan gaat het over open leerpleinen. Er moeten ingrepen gedaan kunnen worden. Maar die kun je pas beoordelen als je dat proces van ontwerpen gezamenlijk gedaan hebt. Dus als er een echt plan ligt. En dat zegt de Erfgoedcommissie ook. Als er een plan ligt, je hebt het ontwikkeld, dan kun je pas echt beoordelen van welke ingreep nu te veel inbreuk maakt en welke niet. Dat was ook het gevoel bij de commissie. Toch wel dat aan het begin van de avond er natuurlijk heel veel belangen zijn. Dat men ook tegenover elkaar staat. Dat zag je ook wel bij de vragen die werden gesteld en bij de bijdragers van de meesprekers. De belang van de ouders, van de school, van de mensen die erfgoed erg belangrijk vinden. Maar aan het eind van de avond, ook wel een beetje met doorvragen, bleek toch wel dat men nader tot elkaar kwam. En dat is denk ik wel heel goed, want het is ook gewoon een hele moeilijke afweging. Het is echt van of ga je voor erfgoed, dus dat denk je, of je gaat voor onderwijskwaliteit. Maar daartussenin valt echt nog wel wat te behalen. Was dit scherp of wordt dit een scherp debat? Want dit was natuurlijk een informatieve sessie. Wordt het ordesvormende debat, wordt dat scherp? Dat idee hadden we wel. We moesten eerlijk gezegd als durf zijn, dan moesten we ook nog bepalen van wat vinden we hier nou precies van. Maar uiteindelijk gaan we ze zelf ook al aan van we moeten hier samen uitkomen. Dus wat we ook soort van hadden voorgesteld is om met verschillende partijen gewoon te gaan praten in een soort commissie. Met elkaar te gaan kijken van wat is nou specifiek mogelijk als we het verder gaan uitwerken. En dat is uiteindelijk waar onze hoop op gevestigd is. Dat we dus en die onderwijskwaliteit kunnen behouden of kunnen verbeteren voor in de toekomst. Maar ook die monumentale status naar voren laten komen. De gemeenteraad vergadert binnenkort verder over het onderwerp. Maar het laatste woord over de christelijke opleidingsschool is nog niet gezegd. Dus het traject hierna is eigenlijk nog veel belangrijker dan dat we tot nu toe gelopen hebben. En als je nu helderheid geeft, dan kun je daarna ook snel aan de slag. Want die snelheid die zit bij het college ook als belangrijk punt. Dus duidelijkheid en snel aan de slag om tot een ontwerp te komen biedt echt de meeste kans om straks een mooi nieuw gebouw te hebben binnen afzienbare tijd, waar de kinderen goed onderwijs kunnen krijgen.